Waar ziekenhuizen zorg kunnen afschalen, is dat voor verpleeghuizen onmogelijk. Ze kampen met tekorten. De rol van familieleden en vrijwilligers zal daardoor steeds belangrijker worden. Goedemiddag. Ik kom voor het binnenhofje. Ik ga u het binnenhof even. Hartstikke fijn, dankjewel. Okay. Ik loop er naartoe. Goedemiddag. Net als in de rest van Nederland kampt verpleeghuis Buurstede in Oosterhout met uitval door corona. Nu zo'n 10%. Op vrijwilligers als Onno wordt een beroep gedaan om te ondersteunen bij niet-zorggerelateerde taken. Annemij T., hoogleraar langdurige zorg en dementie, die houdt ons op de hoogte van de stand van de zaken in de verpleeghuizen. En nu we in de tweede coronagolf zitten, neemt zij telkens een andere gast mee aan onze tafel. En deze week is dat Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Stichting Humanitas Rotterdam. Ja, Annemij, daar zit je weer. Fijn dat je weer bent. Wat vind jij van het idee dat familieleden een belangrijkere rol gaan krijgen in de verpleeghuiszorg? Ja, wat een verschil met de eerste golf, hè? Toen hebben ze 3 maanden buiten gehouden en nu vragen we ze om binnen te komen. Dus ik vind dat positief. Hè? Het is ook nodig nu, hè, om de zorg te kunnen leveren. En in mijn gewone werk buiten coronatijd ben ik daar ook een groot voorstander van. Ik denk dat mensen wonen en leven in het verpleeghuis. Dus het is een gewoon leven en daar horen ook mensen binnen te komen met een niet-zorgachtergrond. Ja, dus je was hier 2 weken geleden natuurlijk om over de situatie in die verpleeghuizen te vertellen. Is er in die 2 weken al echt iets veranderd? Nou, we hebben natuurlijk gehoord dat er geen landelijke lockdown is gekomen, hè, van de minister. Mm-hmm. Nou, daar zijn we heel blij mee. Maar toch is er natuurlijk ook wel reden voor ongerustheid. Het aantal besmettingen neemt toe. Hè. Er zijn 2500 verpleeghuislocaties in Nederland. In een kwart zijn al besmettingen, dus de cijfers lopen op. En ik noemde dat eigenlijk vorige keer al. Personeel is een groot probleem. Hè. Er is een ziekteverzuim van 10%. Dat is behoorlijk. Waarschijnlijk ook doordat er steeds meer getest wordt. Precies. Ja. We merken het ook steeds meer. En je merkt ook dat de brancheorganisatie Actus heeft ook aan de noodklok geluid. En er is gisteren een rapport verschenen van de academische werkplaatsen ouderenzorg. En die wijzen er ook op dat de werkdruk ook als hoog wordt ervaren al. Ja. En dat komt ook, mensen zijn natuurlijk, personeel is nog geestelijk moe van die eerste golf. Ja, ze zijn nog nauwelijks bekomen. De rek is eruit, inderdaad. Ja. Dus ik denk dat de grote vraag is nu, hoe houden we het vol met elkaar? We weten dat het ook nog niet is afgelopen. De vlam kan makkelijk in de pan slaan, de tegenstellingen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken hoe we dat samen vol voor elkaar gaan houden. Ja, zoals gezegd, Gijsbert, bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas. Hoe ervaar jij het? Ja, nee, dat je in 1 grote red race zeg maar weer doorgaat. Het leek in augustus, juli dat je even op adem kwam. Zo'n stichting als wij hadden was helemaal schoon, zoals dat heet. Onder medewerkers, maar ook onder bewoners. En ook in de thuiszorg, want het hoort hier ook bij. Maar je ziet het nu. We zitten letterlijk vandaag een half jaar op ons hoogtepunt, of dieptepunt eigenlijk een half jaar geleden. En we zitten op het even aantal besmette medewerkers en evenveel zo besmette bewoners. En het signaal wat net de internist hier zei, dat merk je gewoon in Rotterdam aan de orde van de dag. Ja. Heb jij het idee dat er weer... Het wordt er niet vrolijker op, programma. Nee, zeker niet. Nee. Nou, gelukkig ga je nog wel een beetje lachen. Ja. Ja. Maar heb jij het gevoel dat er weer een landelijke lockdown komt? Nou ja, gezien de cijfers, hè? Eén ding wat we echt geleerd hebben, en die lucht, en wil ik wel geven, ook hopelijk aan mensen die nu een vader of moeder thuis hebben, kan ik die wel naar het verpleeghuis sturen. Aan maar nooit niet, blijf ik zeggen, dat we weer totaal dicht moeten gaan. Nee. En alles wat je hoort in de wandelgangen, ook bij het ministerie, is dat niet de bedoeling. Nee. We kunnen gewoon opnemen, je kan op bezoek komen. En ik hoop ook dat dat ook voet bij stuk wordt gehouden. Ook al lopen er nog een aantal op een tijdje. Ja, en dan is het filmpje een heel mooi voorbeeld van... Ja, als familie en mantelzorg weer mee kan helpen, dat scheelt ook echt een slok op een borrel. Maar goed, stel, het resulteert toch in meer doden. Wat dan? Nou ja, dan kom je op dat kwaliteit van leven vragen. En dan zit het erg in het manifest wat wij ook hebben gemaakt. Mm-hmm. Zouden er nou open deuren intrappen? Maar wat we ook wel gezien hebben is van... er wonen heel veel mensen in het verpleeghuis die gewoon lichamelijk hulp nodig hebben. Van veel tot weinig van ons, maar goed geestelijk bij geest zijn.
Ja, laat het die alsjeblieft zelf beslissen wat ze willen. Ja. En als het niet kan, dan heb je altijd wel familie die de afweging maakt. Wij willen het wel of niet. En misschien inpakken of... Precies. En doe dat dan ook gewoon in overleg. Zo'n afdelingscoördinator op een afdeling kan prima met die 30 dus familieleden dat overleggen. Niet overkoepelen, nee, als je zorg voor iedereen, maar gewoon... Nee. Ja. Zelfs dat ik nu aan de lijf ondervind hoe hard het toeslaat in Rotterdam. Ja. Moet je dit niet meer willen. Dan moet je dat niet willen. En die rust moet je ook geven aan familie en dat ook gewoon kan blijven gebeuren. Ja. Voor jou is het een heel duidelijk onderscheid, hè? Een verschil tussen een verpleeghuis en een ziekenhuis. Ja, enorm. Ja. Leg eens uit. Nou, terecht dat, kijk, als ik ziek ben of een collega of mijn kind, dan wil ik ook dat er IC-bed is. Dus blij dat de mannen van Erasmus hier zo bovenop zitten en 10 keer per dag iedereen bijpraten. Maar je hebt ook de niet-acute zorg. En de niet-acute zorg, weet je, alleen al 115.000 plekken in Nederland verpleeghuis, dat is gewoon mensen hun woning. Mm-hmm. Of je daar nu 9 maanden woont of 2 jaar of 3 jaar, dat loopt terug. Ja, dat is je laatste levensfase vaak. En nou ja. Beschouw het ook als mensen een woning met een voordeur. Waar wij dankbaar moeten zijn dat we daar een beetje zorg mogen verlenen. Ja. En dat is echt anders dan een ziekenhuis. Ja, zeker. En nou ja, dan kom je op dat hele mooie dure woord. Kwaliteit van leven kunnen mensen echt zelf wel uitmaken. Nou, en dat onderscheid moet je wel maken. En het is dan heel gek te merken dat je aan de overkant van de straat, bij wijze van spreken, wel naar binnen kan. En mensen die afweging maken, omdat het bordje verpleeghuis erop zat, kan dat het niet. Dat het dan ineens niet zou kunnen. Nou, dat gewoon een onderscheid huis moeten we echt blijven maken. Ja. Ja. Heel duidelijk. En dat geldt trouwens ook voor de gehandicaptenzorg of de jeugdzorg of de GGZ. Het ja. zijn ook hun woningen eigenlijk. Niet acute zorg. Dat mag af en toe wat meer aandacht krijgen ook in dit debat. Ja. Ja, duidelijk. Annemij, het werd net al genoemd, het manifest. Hoe is het daarmee? Ja, het is eigenlijk heel goed gegaan. Het is breed gedragen in alle geledingen. Ja. Ook allerlei organisaties hebben daar zich achter geschaard. Nou, mensen als Gijsbert en bestuurders. Ik denk dat er echt een groot bewustzijn is gekomen. Hè, dat die integrale benadering, natuurlijk dingen moeten veilig zijn. Maar dat we daarbinnen te maken hebben met kwetsbare oude mensen die toch wel ook zelf hun stem moeten laten kunnen klinken. Ja. En die kwaliteit van leven, dat belangrijk is. Nogmaals gezegd, het is allemaal toen ook met de beste bedoelingen gebeurd. Tuurlijk, maar we hebben er heel erg van geleerd. Absoluut. Het was onbekend, het was angstig. Hè? En dat is natuurlijk nu wel de winst in die tweede golf. Niemand heeft iemand op willen sluiten. Nee. En dat manifest roept daar ook toe op. Hè? Laten we een beetje verdraagzaam naar elkaar zijn. Hè? Dus de verschillende perspectieven. En dat is denk ik heel goed om met elkaar vast te stellen. Dus het heeft veel belangstelling, wordt veel over gesproken. Dus wij zijn erg blij met het resultaat. Tevreden met het resultaat, ja. Gijsbert, wat zou je als advies of tip mee willen geven aan bewoners, familie van mensen in verpleeghuizen? Nou ja, de overleg gewoon met elkaar. En wat Annemij al zei, die humane kant, dat klinkt zo standaard. Maar we zijn zo snel boos en ik probeer me altijd maar te verplaatsen. Het zou mijn vader of moeder zijn, wat doe ik dan zelf? Dan kan ik me echt ook dat allemaal voorstellen. Maar stop je energie en een klein beetje hulp. En laten we daar de deur voor openzetten. Om, overleggen. Help ons daarbij. Praat met elkaar daarover. Ja, zeker. Dank jullie bij. Dank. Oké. Okay.